Wie heeft er nog een roeimop? Er is een gast en die moet gaan solliciteren bij een rijke barones. En hij vraagt ons aan een maat op café, hoe moet ik mij voorbereiden? En dan zegt die gast, een rijke barones, ik zou toch zorgen dat ik proper ben. Dat je je tanden goed gekuist hebt, dat je je handen goed gewassen hebt. En ook zeker je nagels, die moeten ook zeker heel proper zijn, want er gaan ze zeker achter vragen. Goed, die gast die gaat naar dat sollicitatiegesprek. Die komt een beetje later terug in het café en zijn maat vraagt, en zijn ze aangenomen als chauffeur bij die rijke barones? Nee, zegt hij, nee. Allee! Heb je mijn raad niet opgevolgd? Jawel, zei hem. Op een bepaald moment tijdens het gesprek vroeg de barones, en mag ik uw tanden eens zien? En ik liet mijn tanden zien, ik had die heel proper goed geschuurd. En toen vroeg ze, en mag ik uw handen eens zien? En mijn handen waren heel proper, ik liet ze zien en ze was heel content. En toen vroeg ze, mag ik uw nagels eens zien? En ook die had ik goed geschrapt, dus die waren echt feilloos. En toen vroeg ze, mag ik uw curriculum eens zien? En ik denk dat ik toen een fout heb gemaakt. Een Belgenbop, jongens. Oh. Een Belgenbop. Een Belgenbop. Een Nederlander en een Belg staan van een brug af te pissen. Zegt die Belg tegen die Nederlander. Zo, je hebt een mooie straal. Zegt die Nederlander. Dat kun jij ook hoor, als je je gulp open doet. Gulp. Je Tourette. Het is al goed. Er is een man en een vrouw van middelbare leeftijd. En die zitten 's morgens rond de ontbijttafel. En die vrouw die zei. Schatje, als ik er dan niet meer zou zijn, zou jij dan iemand anders pakken? En je vindt die zei, waarover zijn je nou bezig? Zeg, op mijn nuchter maag, we zijn rond het ontbijt bezig. Dat zijn toch geen discussies die we moeten voeren. Hè? Die wil er niet op antwoorden. Fijn, s'avonds, ze zitten in de lockdown, dus bedoel, s'avonds zitten ze terug samen om tafel. En die vrouw weer, schatje, als ik er dan niet meer moest zijn... Zou jij dan iemand anders pakken? Oh, je vindt ze die net recht geen goesting in. Ik vind dat geen conversatie voor na te vuren, alstublieft. En s'avonds liggen ze in bed. En zij weer zo heel lief tegen haar vriend. Schatje, als ik er dan niet meer moest zijn, zou jij dan iemand anders pakken? En dan denkt, oké, ik kon deze geen weken volhouden, die vraag. Ik kon er niet eens eerlijk op antwoorden. Ja, schat, als jij er niet meer moest zijn, dan zou ik met een tijd wel iemand anders pakken. Oh, oké, zei ze. En zou die dan hier, even na, in deze bed slapen? Ja, zei hem, die zou dan hier, even maar in deze bed slapen. En zou die dan ook mijn golfclubs gebruiken? Maar nee, schat, ik zei hem, die is linkshandig. Vertoken. Dit, moppen aan de Skype. Tot de volgende keer. Doei!